Chainlink is een van de cryptocurrencies die ik het meest accumuleerde de afgelopen periode. En dat zal ik ook nog blijven doen. De chart ziet er ontzettend sterk uit. Gaan we even naar kijken. En zeer binnenkort komt er iets heel erg tofs aan. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de crypto markten. En om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder. En daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent. En elke video. Maak ik een nieuwe winnaar bekend. Ja, yes, stopper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Zoals met elke video gaan we beginnen met een winnaar van de 20 euro na keuze op uh, een van mijn video's. In deze video is dat Robert. Stuur me even een berichtje naar marchandbusiness.homo.com met je walletadres en de crypto die je graag zou willen hebben. Verder, vandaag is natuurlijk Cyber Monday. En mijn Black Friday webinar staat nu nog online. Na vandaag gaat hij offline. Uh, je kan het replay bekijken op elk moment dat je wil. Elk kwartier draait die geloof ik. Dus heb je die nog niet bekeken, kun je dan even doen. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Dan beginnend met Chainlink en ik zal ervoor zorgen dat het niet zo'n hele lange video wordt. Uh, Chainlink staking v0.1 is launching this December. 6 december, 6 december als ik het goed heb. Setting the foundation of a new crypto-economic security system for the Chainlink network. Nou staking is altijd een van de redenen waardoor je vaak flinke groei in de kooi ziet. Zowel als het project zelf natuurlijk, uh, als gebruikers, als ook de prijs. Dus uh, richting die 6 december kunnen we zien dat de prijs van Chainlink daardoor gaat stijgen. En wellicht na die 6 december ook, omdat steeds meer mensen Chainlink gaan kopen om te gaan steken. Dat staking mechanisme is al live, maar het is nu momenteel live voor alleen uh, eligible mensen. Uh, moest je, je er iets voor doen? Ik heb geen idee wat verder. Maar in ieder geval er kunnen een aantal mensen al steken. Maar nog niet voor, uh, het is nog niet beschikbaar voor het grote publiek. Dus dat zit er aan te komen. Daarnaast: Chainlink altijd goed met adoptie. Uh, hou ook zeker de Chainlink Twitter in de gaten als je dit interessant vindt. This week: there were 12 integrations van 5 Chainlink services across 4 different chains. En laat dat even op je inzinken. Uh, BNB-chain, Ethereum, Optimism en Polygon. Uh, re uh, reminder: check your staking V1 eligibility now. Goed, je ziet hier: Proof of Reserve, VRF, Price Feeds, Automation, Any IPA. Dus, dus voor allerlei verschillende toepassingen wordt Chainlink dus gebruikt. En daarmee wordt de adoptie weer een flink stuk groter. Dan even kijkend naar de grafiek van Chainlink. Want wat je ook ziet op uh, de daily is. En dit is bijzonder aan uh, de Chainlink chart, en dit maakt hem ook vrij sterk, of de link chart, is dat we elke keer de range lows uh, vast hebben gehouden. Dus we, zijn, we hebben niet uh, op het moment dat Bitcoin, Ethereum, andere coins lagere lows gezet hebben, hebben we op, eth of op Chainlink hebben we geen andere low neergezet. Dat betekent dat dit dus ontsterk, ontzettend sterk houdt. We zitten in een channel sinds. Uh, 13 mei 2022 en daar blijft hij gewoon ontzettend goed ook in zitten. Het mooiste aan de chart momenteel is, en daarvoor wil ik even de line chart erbij pakken: is de bullish divergence op de weekly chart, wat natuurlijk ontzettend positief is. Voor uh, Chainlink. Dus we hebben uh, de technicals die zeggen dat we wellicht een grote beweging omhoog gaan krijgen. Uh, dus dat is een stukje technische analyse. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook dat stukje fundamentele analyse. En dat is dus dat staking eraan zit te komen. Uh, en dat steeds meer uh, projecten Chainlink toepassen. En daarmee de adoptie ook groeit. En nogmaals, de adoptie zal flink gaan groeien. Want mensen houden van staken. En op het moment dat de staking beschikbaar is voor iedereen. Zal de mensen die waarschijnlijk al wel geïnteresseerd waren in Chainlink in chainlink stappen om ook vervolgens te steken en mensen die al chainlink kopen meer chainlink gaan kopen en ook gaan steken positief op zowel dus uh, de technische analyse als de fundamentele analyse Nou goed kunnen we kijken naar korte termijn eventueel uh, instapmomenten dan zou je zeggen we gaan kijken naar long posities sowieso is het uh, zit op de 4 uur is altijd in uh, de 200 moving average in de gaten houden dus in deze is dat de 200 uh, moving average op de 4 uur chart wat waarschijnlijk een grote resistance gaat zijn dat heb je hier in in het verleden gezien. Uh, dit zie je hier flinke resistance, hier resistance. Uh, en als hij erboven is, is het ook goede support. Dat is altijd de sterkste de 200 moving average. Maar de 50 en de 100 heb je er ook zitten. Die vervolgens ook support zijn. Dus hij treedt daar nu tussenin. Het is kijken naar een mooie supportzone om eventueel long positie te openen op Chainlink. En die zie ik wel hierin komen. Uh, dus, dit gebied, dat is die Golden Pocket. En als we ook die VPVR er nog op aangooien, en die had je ook zelf al kunnen ontdekken, zie je dat deze zone hier uh, de eerstvolgende zone is waar we doorheen moeten komen. En wat ook wellicht een goede shortzone is, mochten we daar weer komen. Want dat heb je hier al gezien. Op het moment dat we hier kwamen, 200 moving average en die horizontale support. Nou, goede short geweest. Hier eigenlijk hetzelfde verhaal. Hij schoot wel over de 200 moving average heen. Zelfde resistance gebied en vervolgens een mooie short geweest. Dus wil je nu kijken voor long posities, is het dit level in de gaten houden. 6.15 ongeveer golden Pocket. Om te kijken of we daar een bounce van af krijgen. Dat zou ik het mooiste level vinden. Of kijken of we nu dus uh, we hebben die rejection hier gehad. Hebben een nieuwe higher low neergezet. Of we hier nu doorheen breken. Vervolgens een nieuwe higher low neerzetten. Dat kun je hier een in instapmoment uh, zoeken. En dan vervolgens meetreden naar de bovenzijde van het channel. Dat is momenteel waar ik naar kijk. Geen short posities op Chainlink. Wel long posities. Goed, ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Als het zo is, like hem even. Deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je dan ook weer terug in de volgende video. Adios.